Ik ben Angela Kuijters, coördinator buurtpreventie van de gemeente Nistewaard. En samen met mijn collega Robin Bergwerf werken wij samen met 160 vrijwilligers. En dat zijn burgers uit Nistewaard. Buurtpreventie is eigenlijk samenwerken aan een schoon, heel en veilig Nistewaard. En op dit moment zijn dat 14 wijken waar we vrijwilligers hebben en die zich actief daarvoor inzetten. En dat zijn mensen van allerlei vlakken, gezond, ziek, werkend, niet werkend, gestudeerd, niet gestudeerd. En dat maakt het werk enorm leuk, vooral omdat mensen zijn die gemotiveerd zijn en zich voor de stad in willen zetten. We hebben een samenwerking met politie. En dat is op het gebied van criminaliteit en veiligheid. Maar zeker ook onze collega's hier intern bij de gemeente Nistewaard. Op groen en grijs, maar ook Rijners, de vier woningbouwcorporaties die we in Spijkenisse en Nistewaard bezitten, zijn we werken mee samen. Ik ben Mark Larek, ik ben wijkagent Spijkenisse Noord sinds een jaar of twee. En in die rol ook betrokken bij het fenomeen buurtpreventie. Zij zijn gedeeltelijk mijn ogen en oren. Op het moment dat de buurtbewoners geen meldingen bij mij doen, dan weet ik niet wat er in de wijk speelt. Ik ben Jeanette Hofman, ik ben werkzaam bij de gemeente Nistewaard als wijkboa. En mijn wijken waar ik in werk zijn Gildewijk, Groenewoud, Schenkel en de Elementen. Ze zijn echt de oren en ogen van de boa's. En ze lopen op tijden dat wij niet werken. En dus ze zien eigenlijk andere dingen als dat wij normaal gesproken zien. Mijn naam is Aad Berends en ik ben gepensioneerde facilitair en veiligheidscoördinator bij een bouwbedrijf. Ik denk een jaar of 11 geleden dat er een buurtbarbecue was en dat de medebewoners een stukje verder liepen al bij de buurtpreventie. En de mensen vroegen van, joh, kunnen jullie mee gaan lopen? Dus zo ben ik begonnen. Een beetje een verlengstuk voor de gemeente, voor de handhaving, voor de politie, voor de woningbouwverenigingen. Hoe meer oren en ogen in de wijk, des te beter het is. Mijn naam is Jaap van Eersel en binnen buurtpreventie fungeer ik als loper. Daarnaast ook het meldingencoördinatorrol en de roostercoördinatorrol. Mijn vrouw die kwam eind 2016, had ze Angela gezien op de markt in Zuidland. Buurtpreventie wilde hier lokaal een team oprichten. En mijn vrouw heeft mij enthousiast gemaakt. En uiteindelijk zijn we in 2017 met een tiental mensen in Zuidland begonnen met buurtpreventie. Iedereen die wil wonen in een omgeving die schoon, heel en veilig is. En buurtpreventie, je meldt kapotte verlichting, je meldt kapotte straatmeubilair. Je doet dumpmeldingen van afval. Aardig wat lopers die ruimen ook straatvuil op. En dankzij de organisatie van buurtpreventie Nistewaard worden al die meldingen die worden snel opgepakt. En dat stimuleert alleen maar. Ja, in het jaar is een beetje moeilijk te zeggen, maar per week krijgen we er toch wel enkele. En zeker ook van fietsen krijgen we best wel meldingen. En zoals ik net al zei, van ze lopen op tijden dat wij niet werken. En dan kunnen hun juist zien dat de fietsen achterblijven. Nou, we hebben een schouw gedaan in Groenewoud. En dat hebben we samen met de politie en buurtpreventie gedaan om de knelpunt te zien van de wijk. Regelmatig loop ik wel mee met de groep buurtpreventie. En dan zie je ook weer eens stukjes wijk waar je zelf nog nooit geweest bent. Sinds kort kunnen we bij ons op de meldkamer meekijken. Dan kunnen de mensen van buurtpreventie kunnen zich via WhatsApp Live aanmelden. En dan kunnen wij zien waar ze lopen. Op het moment dat wij een melding hebben die ook voor hun eventueel interessant kan zijn om naar uit te kijken, bijvoorbeeld bij een vermissing of iets dergelijks, kunnen wij kijken welke groep er het dichtst bij is. Of als het iets is dat we zeggen van, hey, misschien is het handig als jullie nu van straat af gaan of je hesje uitdoen, dan kunnen we die groep ook informeren daar ook. Als wij lopen en het is urgent, dan kunnen we altijd de wachtcommandant gelijk bellen. En anders maken we een melding via ons nieuwe systeem. En dan kan je via de Rijnders of de openbare ruimte of de woningbouwvereniging je melding doen.
En dat wordt opgelost. En als wij een melding hebben, kunnen we dat via de gemeentesite kunnen we dat doen. En dan kan je aanklikken voor melding doen bij openbare ruimte of andere instanties. Kunnen alle bewoners ook doen in Nissewaard. Hoeven alleen niet de buurtpreventie te doen. Iedereen kan zich daarop op bekijken en dan aanmelden als er een probleem is. De lijntjes zijn heel kort. Dus we staan gewoon nauw in contact met elkaar. En tijdens vergaderingen zien we elkaar ook en dan bespreken we een hoop dingen. Ik ben coördinator sinds 2008. Dus al wat jaartjes ervaren. Ik heb het echt zien groeien. En wat ik vooral heel erg leuk is dat mensen die zo gemotiveerd zijn in hun vrije tijd, 's avonds of 's middags, een rondje met z'n tweeën door de wijk maken. Dat toch allemaal via een rooster, wordt allemaal gecoördineerd. Dat mensen zich zo inzetten, vrijwillig voor hun eigen omgeving. Sinds 2018 is mijn collega erbij gekomen. En super fijn, want het werd gewoon te groot. We zijn heel erg geprofessionaliseerd en we blijven uitbreiden. En wat vooral leuk is dat mensen aankomen via een andere loper van, joh, ik doe dit vrijwilligerswerk. En worden op die manier enthousiast gemaakt en komen bij ons op de lijn. En dan gaan we het proces inzetten van een keertje meelopen, een VOG-aanvraag, maar ook een vrijwilligerscontract en een training. En wij waarderen enorm de mensen die ons hierin steunen. Want we hebben natuurlijk de leukste baan van Spijkenisse. Als je mag meewerken, samenwerken met mensen die hart hebben voor hun stad. De organisatie in Nissewaard, dat is echt een volwassen organisatie. Die heeft zijn tentakels uitgestrekt naar allerlei afdelingen. En die zorgt ook dat de budget vrijkomt voor een aantal activiteiten. En een van de dingen is het wijkinitiatief. En dankzij dat wijkinitiatief hebben wij gezegd, nou, we willen hier een bankje plaatsen. Zodat mensen eens rustig kunnen gaan zitten. Dus het wijkinitiatief van buurtpreventie heeft hiervoor gezorgd. Als je zin hebt om mee te lopen, ga je vooral aanmelden bij de gemeente. Want ze hebben denk ik nog wel een paar lopers nodig. Als ze wat meer willen betekenen voor hun eigen wijk of de mensen willen leren kennen, dan moeten ze zich zeker aanmelden voor buurtpreventie. Of in ieder geval vragen wat ze kunnen betekenen voor de wijk. Kom er gezellig bij. Je leert je eigen wijk kennen. En hoe meer ogen, hoe beter. Als je het fijn vindt om in Nissewaard te wonen en misschien kan er wel iets veranderen in je wijk, of wil je de wijk leren kennen of wil je sociale contact op te doen, kom bij ons en sluit je aan en we gaan er een hele leuke tijd van maken. Je bent van harte welkom, net als alle andere 160 vrijwilligers die zich ook zeker zo voelen.